Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van het Off-Grid Centrum. En vandaag heb ik een hele speciale video voor je. Want we staan voor een keer voor de verandering niet in de showroom, maar we zijn op locatie. Hier in de buurt, eigenlijk wel in de buurt van onze showroom in Hellendoorn. Want we hebben hier bij een boerenbedrijf hebben een hele mooie installatie neergezet van ruim 100 kWh. En ik dacht, hey, is het misschien leuk om jullie eens mee te nemen naar hoe zo'n systeem eruit ziet. Hoe werkt het? Welke componenten komen erbij kijken? Dus dat ga ik je vandaag in deze video laten zien. Kom maar eens mee. Oké, we staan nu naast de unit waar het systeem in geplaatst is. Je kunt het al een klein beetje zien. En deze unit is dus speciaal gebouwd voor het energiesysteem. Dus dit is gewoon de kapschuur van het boerenbedrijf. En hier hebben ze dus speciaal de unit gemaakt om daar het batterijsysteem in te plaatsen. Zodat dat hier gewoon op een mooi, droog, veilig, dat het hier kon staan. Dus laten we binnen kijken. Zoals je kunt zien, er hangt van alles aan de muur. De installatie, het is wel even belangrijk om te zeggen, de installatie is uitgevoerd door de mensen zelf. Dus de klant heeft zelf hier de installatie gedaan. Ze hebben zelf opgehangen, ze hebben denk ik een hele mooie job gedaan. Alles netjes weggewerkt, kabelgootjes, ziet er hartstikke strak uit. Dus complimenten daarvoor. En ik zal jullie eens even doorheen lopen wat we hier eigenlijk hebben staan. Want dit zijn bijvoorbeeld, laten we beginnen met de accu's. Beginnen we onderaan. Dit zijn de accu's van de Voltsmaal. Die zijn 5,12 kWh. Dus, en we hebben hier 21 staan. Dus voor de snelle rekenaar hebben we hier ruim 107 kWh aan energie opslaan. Zullen ze daar staan bij de boerderij. Nou, en die energie kunnen ze hier gebruiken. Ze hebben een boerenbedrijf. In dit geval een varkensboerderij. En daar hebben ze dus warmtelampen die draaien in de nacht. Die kunnen voorzien worden van stroom met deze accu's. Dus ze kunnen laden op het moment dat de stroom goedkoop is. En ze kunnen dan die stroom gebruiken in de avond en in de nacht. Of wanneer stroom gewoon heel duur is. Vaak in de ochtend en in de avonduren. Kunnen ze dus volledig op de accu's draaien. Nou, waar komt die stroom in die accu's dan vandaan? Deze boerderij had al meerdere zonnepanelen. Die hadden al meerdere schuren vol met zonnepanelen. We hebben dus ruim 100 kWh aan accuvermogen staan. En die stroom die moet ergens vandaan komen. Nou, daarvoor hebben wij hier dus zonnepanelen. Hier zie je een hele lading PV-schakelaars. In totaal hebben wij hier 12 strings hebben we hier van 6 zonnepanelen per stuk. Dus we hebben nog 72 zonnepanelen bijgeplaatst van uit mijn hoofd 450 watt piek. En die zijn verdeeld over deze MPPT's RS. Nou, dit zijn geen normale zonnepanelenomvormers. Deze omvormers die zijn van DC naar DC. Dus het blijft van gelijkstroom, blijft het gelijkstroom. En die stroom gaat dus rechtstreeks in de accupack. Dus deze Smart Solar laders van Victron zijn heel super efficiënt in het laden van accu's. Waar AC zonnepanelen heel efficiënt zijn in het voeden van bijvoorbeeld gebruikers die op dat moment aanstaan, zijn deze heel efficiënt in het laden van de accu. Nou, en doordat ze dus al zonnepanelen hebben, want ze hebben al bijvoorbeeld een Fronius omvormer hangen met ook een hele bubs panelen op het dak, die is heel efficiënt in het overdag voorzien van alle verbruikers die stroom vragen. En deze omvormers zijn weer super efficiënt in het laden van de accu, zodat die stroom in de avond en nacht gebruikt kan worden op het moment dat de zon niet schijnt. Dus door dit te combineren, zo'n Smart Solar in combinatie met bijvoorbeeld een Fronius als AC-ontvormer, heb je eigenlijk het beste van beide werelden. En dan nu de omvormers. Eigenlijk een beetje de grote jongens van het systeem. We hebben hier drie keer de Victron Quattro. Dus drie keer de 48-8000. En die kan 6400 watt per fase aan stroom leveren. Dus dat is stroom die je kunt gebruiken uit de accu's. En die je in je huis kunt gebruiken. Op het moment dat de stroom boven de 6400 watt per fase uitgaat. Dus je gebruikt meer dan 27 ampère in je huis. Dan pas komt de stroom uit het net. Of als de accu's leeg zijn natuurlijk. Dan haalt hij ook stroom uit het net. Maar dit heeft nog een ander groot voordeel. Want deze boerderij heeft maar een aansluiting van 3 keer 25 ampère. En op het moment dat ze zware machines wilden gebruiken, dan hadden ze eigenlijk altijd een generator die ze dan aan gingen zetten. En daar gingen ze dan een compressors en andere zware machines die ze hier gebruiken op het bedrijf, die verzagen ze op die manier van stroom. Maar dat hoeft dus niet meer. Want doordat ze nu 6400 watt per fase hebben, krijgen ze dus eigenlijk 3 keer 27 ampère extra. Bovenop een huidige aansluiting van 3 keer 25 ampère. Dus eigenlijk hebben ze nu een aansluiting vergroot van 3 keer 25 ampère.
naar 3x50 ampère, zonder dat ze extra betalen voor vastrecht en al die extra kosten die met een grotere aansluiting gemoeid gaan. Dus ze hebben nu meer vermogen en op het moment dat de hoge gebruikers zoals de compressor weer uitstaan, dan, kunnen de accu's weer bijgeladen worden, gewoon over die 3x25 ampère. Of natuurlijk even wachten tot het weer zonnig is en dat daar weer stroom vandaan komt. Oké, dit is de display van het systeem. En hier kun je eigenlijk alles op beheren. Dus je kunt precies zien wat er op dit moment gebeurt in het huis. Je kunt zien hoeveel stroom er van de generator komt. Je kunt zien hoeveel stroom er op dit moment gebruikt wordt in huis. Hoeveel stroom er richting de accu's gaat en hoe vol die zijn. En hoeveel stroom de panelen nog doen. Nou, die 72 panelen die doen op dit moment niet veel meer. Het is bijna 5 uur, het wordt al behoorlijk donker. En we zitten in november, dus dat schiet niet echt op. We draaien verder op dit moment helemaal off-grid. Want de stroom vanaf de ingang die komt vanaf de generator. En er is op dit moment dus geen verbinding met het net. De verbinding met het net die wordt eigenlijk pas hersteld op het moment dat we de generator uitzetten. Dan schakelt de Multiplus direct terug over met de actieve verbinding met het net. En daar is ook geen stroomonderbreking. Dus de computer gaat niet uit, de lampen gaan niet uit, alles blijft gewoon draaien. Hij schakelt moeiteloos tussen de generator en het net, zodat je ervoor kunt kiezen om die generator te draaien. Of het anders te doen. Nou, bij dit bedrijf draait de generator af en toe sowieso, omdat ze die voor bepaalde apparaten nog wel willen gebruiken. Maar ja, dat hoeft dus eigenlijk niet, zoals ik je net al vertelde. Maar dat kan wel. En dan kun je, als de generator toch draait, kun je er ook voor kiezen van, dan laat ik mijn accu's ook gelijk even bij. Want dat kost niet zoveel meer extra brandstof. Dus daar hebben ze hiervoor gekozen. Met het systeem van Victron ben je dus heel flexibel. Je kunt zonnepanelen bijplaatsen zoals wij hebben gedaan. Maar je kunt ook werken met bestaande zonnepanelen. Het is in ieder geval altijd heel makkelijk om een accupakket toe te voegen. Met bijvoorbeeld de omvormers zoals de Quattro. En daar kun je een generator aan toevoegen, netstroom. Je kunt je aansluiting vergroten. Je kunt stroom laden op het moment dat het goedkoop is. En ontladen op het moment dat de stroom duur is. Zodat je er nog een paar cent aan verdient. Of zodat je zelf geen dure stroom hoeft af te nemen. Dus er zijn eigenlijk ontzettend veel opties om zo'n systeem met deze stroomopslag goed te gebruiken. Heb jij daar nou ook interesse in en lijkt het je wat om ook een accusysteem bij jouw bedrijf te hebben? Of wil je gewoon eens weten wat de voordelen voor jouw bedrijf zouden zijn? Neem dan contact met ons op en dan bekijken we graag jouw casus en wat we voor jou kunnen betekenen. Bedankt voor het kijken.